Sorry, voorzitter, commissaris, collega's. Ik ben het ook eens met wat de meeste voorgaande sprekers gezegd hebben, met uitzondering van wat de heer Fleckenstein daarnet verklaard heeft, die dit niet het juiste moment vindt om een resolutie te bespreken en daarover te stemmen. Persoonlijk vind ik dat de resolutie veel te lang is en dat de collega's niet hebben kunnen weerstaan om weer eens de hele waslijst van bemerkingen over de situatie in de tekst op te nemen. Maar het is belangrijk dat wij ons zouden uiten. Het is vooral belangrijk dat wij onze absolute veroordeling van de houding van Rusland zouden duidelijk maken. En in dit verband wil ik alle lidstaten oproepen om alle contracten in verband met leveringen van wapens en militair materiaal op zijn minst uit te stellen en op te schorten. En zou ik ook alle economische middens uit de lidstaten willen oproepen om duidelijk te maken aan Rusland dat er geen sprake kan zijn van business as usual en dus dat er geen sprake kan zijn van economische missies naar Moskou, alsof er niks aan de hand was. Dank u wel, voorzitter.